Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Lens hier terug. En vandaag wou ik jullie eigenlijk meenemen naar buiten. Ik was ook begonnen buiten een video op te nemen, maar het geluid was niet meer dat het moest zijn. En ik merkte ook dat ik constant afgeleid was. Dus eventjes terug naar de kern, terug naar binnen. En de reden waarom ik deze video echt vandaag met jullie wil opnemen, ook al lijkt mijn geheugen een zift op dit moment, dat is omdat ik jullie wil laten tonen hoe dat ook nog steeds voor mij werkt. Eén, als er inderdaad, als je merkt dat je niet kan concentreren, dat je geheugen, zoals ik nu zeg, eerder op een zeef lijkt, dan heeft dat ook te maken met updates, integraties van hogere energieën, waardoor dat eigenlijk je systeem een stukje overbelast is en dus niet alle extra zaken er kan bijnemen. Dat is één wat ik wil meegeven. Twee, ik merk ook dat de emoties weer aan het oplopen zijn. Morgen is volle maan. Opnieuw volle maan in Waterman. Als ik het goed de astrologie erop gevolgd heb, is het de tweede keer na elkaar. Want vorige maand hebben we ook een volle maan in Waterman gehad. En dus zou je eigenlijk kunnen zeggen dat we herkansen krijgen. Zaken dat we vorige maand of met de vorige volle maand niet rond losgelaten hebben, niet hebben aangekeken tot het diepste van het diepste dat mogelijk was, die komen nu eigenlijk weer naar boven. En dat is ook hetgeen wat ik merk bij mezelf, bij mijn kinderen, bij mensen in mijn omgeving, bij klanten, dat belangrijke vragen als van waar ben ik in godsnaam mee bezig? Waarom verloopt dit of dat niet zoals ik het wens? Wat houdt er mij nog tegen? Welke angsten komen er naar boven? En eigenlijk over dat stukje rond angsten wil ik het vandaag met jullie over hebben. Want tenslotte, angsten lijken eigenlijk op een of ander beest die ons te pakken krijgt. Net zoals in muggen. Jou beten en dan 's morgens word je wakker en stel je vast dat je inderdaad muggenbeten hebt. Zonder dat je het eigenlijk terwijl je in slaap was. Dus het gebeurt eigenlijk wat onbewust. En eigenlijk is dat zo met angst ook. In die zin angst ervaren we in ons lijf, ervaren we in onze buik. En omdat het ervaren wordt als een emotie, geven we er eigenlijk veel meer kracht aan dan wat het uiteindelijk maar is. Want als je angst gaat gaan ontleden, en als maagd is dat een van de dingen die ik heel graag doe, gaan analyseren. Maar het gevaar is natuurlijk dat je soms ook dingen gaat gaan overdenken. Maar dus wanneer je dus naar angsten gaat gaan kijken, wanneer je voelt dat je die angst ervaart, is het belangrijk om niet daarin te gaan overdenken. In die zin dat je eigenlijk gedachten gaat gaan kiezen die angst gaan bevestigen, in tegendeel. Dat je net ervoor gaat gaan kiezen en bewust wordt dat je zelf je wereld en je realiteit creëert. En dat angst slechts één mogelijke realiteit zou kunnen zijn. Dus dat voortkomt over één mogelijke realiteit die je zou kunnen ervaren. En daar ligt net je sleutel. Dan, dat is de kracht of de keuze die je hebt. Op het moment dat je angst ervaart, wat ga je ermee doen? En welke overtuigingen zijn daarmee gekoppeld? En dan kan je inderdaad gaan denken en al die overtuigingen ophalen die eigenlijk de bevestiging zijn van het angstgevoel en het angstscenario dat je denkt dat gaat gebeuren in jouw toekomst, in je nabije toekomst, in je verdere toekomst. Maar je kan er eigenlijk ook voor kiezen om te gaan zeggen van nee, dat is een realiteit die ik niet wens te ervaren. En dat je bewust ook zegt van ik herken de angst, ik voel die emotie opkomen, maar ik neem die niet langer aan als mijn waarheid, als mijn realiteit. En dat is een moment op waar je eigenlijk kiest om je leven te gaan zien uit een rooskleurige bril. In die zin dat je wel herkent dat er misschien zaken zijn die nog niet zijn zoals je zou willen zijn. Maar ook daar ben je naartoe aan het werken. In die zin dat je werkt aan jezelf, dat je kijkt van wat maakt dat ik nu in deze situatie zit, welke lessen zijn er uit te leren, hoe komt het dat ik deze situatie heb gecreëerd, wat wil het universum mij tonen met deze situatie.
En dan is het leuk en aangenaam als je iemand hebt die met jou op het pad meeloopt. Die in jou gelooft, die ziet wat jouw kracht en jouw talent is en die ook weet waartoe dat je in staat bent, zeker op momenten dat je het zelf niet meer ziet zitten. Dus ook zelf, ik heb nood aan mensen om me heen die in mij blijven geloven op momenten dat ik zelf begin te twijfelen. Waarom? Op momenten dat je begint te twijfelen aan jezelf, aan het feit van ben ik wel goed bezig, is dat vaak op momenten dat je eigenlijk aan het verschuiven bent. Dat je eigenlijk weer opnieuw uit die comfortzone stapt. Want dat is eigenlijk de enige manier waarop we groeien. Door uit de comfortzone te stappen, weer stappen te zetten in het nieuwe, in het onbekende. En als je telkens daar helemaal alleen voor staat, dan is dat super lastig. Dan is dat heel uitdagend, want dan moet je nog meer vertrouwen op jezelf en de verbinding met je eigen bron en je leiding. En dat is net hetgeen wat er gebeurt wanneer je angst voelt. Dan hoor je die leiding niet meer, dan vertrouw je die leiding niet meer. Dan word je eigenlijk zo overmeesterd door de emoties van de angstgevoelens, dat je eigenlijk al de rest... Je kan geen angst voelen en tegelijkertijd geloven in liefde. Je kan niet in die angsttrilling zitten en gelukkig zijn. Dat gelukt niet, want dat staat op twee verschillende uiteinden van die lijn van emoties. Dus op dat moment is het goed dat je omringd bent door mensen die weten waar je doorheen gaat. Die mensen die weten waar jouw diepste dromen zijn. Die ook geloven in jouw dromen en die weten dat je het waard bent. En niet zozeer dat je het waard bent, want iedereen is het waard om zijn dromen te realiseren. Maar vooral dat je inderdaad het pad aan het volgen bent die voor jou weggelegd is. Dat je inderdaad de goede weg volgt. En die begrip opbrengt. En soms gewoon luistert naar jou. Zodanig dat je eigenlijk die emoties, die zware, lastige emoties, gewoon kan uiten. Want het uiten ervan, en dat werkt voor mij heel hard, of heel goed, het uiten van gedachten, het uiten van wat ik voel, ook al is het gewoon via het schrijven in mijn bullet journal, dat helpt mij om mijn emoties, mijn gedachten, de dingen waar dat ik doorheen ga, de dingen dat ik aan het verwerken ben, de dingen dat ik mag transformeren, dat helpt mij om daar een zicht op te krijgen, om eigenlijk de rode draad doorheen het volledige verhaal te zien. Dus en ook nu, dat is ook het thema dat er ook gebeurt nu onder invloed van de volle maan, morgen, is dat we gepusht worden. En om de dingen die nog niet op het diepste niveau geheeld zijn, of de dingen dat we toch nog maar altijd geprobeerd hebben aan de kant te schuiven, of de dingen waar we nog geen verantwoordelijkheid voor genomen hebben, die zaken komen weer naar boven. De situaties komen weer naar boven. En het universum zegt van kijk, hier zitten zaken. Hier zijn die angsten. Wat ga je er nu mee doen? Heb je echt de les geleerd? Vertrouw je echt voldoende dat wij er voor jou zijn? Vertrouw je echt op je intuïtie en dat je de goede weg aan het lopen bent? Vertrouw je echt dat alles altijd in orde komt? Of kies je er toch voor om te kiezen om vanuit die angsttrilling je realiteit te gaan creëren? En dus ook daar heb je telkens ook weer de keuze, omdat het probleem is wanneer je gaat gaan manifesteren en leven vanuit een hoger bewustzijn, dan weet en voel je wat er mogelijk is. Maar soms, zeker wanneer dat die angsten dan weer getriggerd worden of naar boven komen, dan zoek je bewijzen in jouw realiteit om eigenlijk dat innerlijke weten, dus dat hogere 5D, een hogere 6D, 7D bewustzijn, dat weten, om dat gevalideerd te zien in de 3D. En daar gaat het vaak fout, omdat we dan niet onmiddellijk in de tijdslijn, zoals dat wij het in ons hoofd en ons denken hebben, omdat het dan niet verschijnt. En dat is vaak als het gaat over manifesteren van geld, dan geven we zoveel kracht weg aan de hoeveelheid geld die op onze rekening staat. Aan het feit of dat we op tijd onze rekeningen kunnen betalen. Waardoor dat we eigenlijk tegelijkertijd onze manifestatiekracht ontkrachten. Omdat we de macht en de kracht en onze energie weggeven aan alle 3D-bewijzen. En daar ligt, sprekende vanuit mijn ervaring, daar ligt een van de lastigste en de moeilijkste lessen dat je hier te leren hebt als energie in een fysiek lichaam. Zijnde niet langer jouw realiteit,
proberen te staven aan de hand van zaken die je merkt in je realiteit, dus in de 3D-wereld, dus aan de hand van materie, aan de hand van hoeveel geld dat er op rekening staat, aan de hand van of je voedsel hebt of wat dan ook, maar dat je die realiteit gaat gaan staven, bewijst vanuit het gevoel dat je hebt. Voel je je gelukkig? Voel je je rijk? Dan maakt het niet uit hoeveel dat er op jouw rekening staat. Want dat is dan eigenlijk weer de katalysator die er zal voor zorgen dat er weer meer naar je toe zal stromen. Dat er weer meer deuren voor je openen. Dat je weer meer kansen ziet in plaats van de tekorten die er zijn. En dat is, merk ik, een thema die nu voor heel veel mensen lastig is. Om te gaan kijken naar de dingen die er wel zijn. Om te gaan blijven geloven en niet net op te geven. Nu, omdat het allemaal zo wat collectief en astrologisch gezien wordt, allemaal onderuit gehaald, allemaal getest wordt. Dus wees niet zo streng voor jezelf. We zijn binnenkort in het seizoen van maagd. Maagden zijn heel perfectionistisch en heel streng voor zichzelf, maar dus daar ook mee voor anderen. Dus wees zorgzaam voor jezelf. Kies voor jezelf. Ga naar binnen. Mediteer meer dan anders. Neem meer tijd alleen dan anders. En dan ga je ook deze komende weken heel goed en gezond doorkomen. Zo, dat was het voor nu. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. En ik probeer morgen opnieuw een video op te nemen. Dag!